Het is zaterdag en dat wil zeggen tijd voor een nieuwe vlog. Ik ben terug van weg geweest, want ik heb een tijd niet gevlogd met bepaalde omstandigheden, drukte, heel veel werken. Dus voilà, bij deze ben ik terug. En ik heb ook heel leuk nieuws. Eind augustus verhuis ik naar mijn appartement. Dus een heel goede vriendin van mij, die heeft een huis gekocht met haar vriend en die woont in een appartement van haar oma. En die had mij gestuurd dat ik daar mocht gaan wonen, omdat die wist dat ik op huisjacht was. En ik had al wat interesse getoond en aangegeven dat ik dat een heel mooi appartement vond. Dus ik verhuis eind augustus naar Deurne terug, waar dat ik eigenlijk ben opgegroeid. Dus dat is wel leuk om zo terug naar de childhood memories te gaan. En ook totaal niet ver, want ik moet maar een half uur met Koda wandelen om hier te zijn. Want ja, ik heb nog altijd geen rijbewijs. Dus vanaf juli is het eigenlijk alle hens aan nek om alles te gaan kopen en verzamelen van grief dat ik nog niet heb. Want ik heb wel grief nog van samen te wonen met mijn ex. Maar ja, zo dingen als keukengerei en zo, dat heb ik allemaal niet. Maar ik heb een lijstje gemaakt in mijn gsm van dingen die ik allemaal nog zou moeten nodig hebben voor dan helemaal alleen te kunnen gaan wonen. Het gedacht om helemaal alleen te gaan wonen vind ik ergens wel een beetje eng, omdat ik al heb samengewoond, maar nog niet alleen heb gewoond. Maar ik heb natuurlijk ook wel Koda, dus alleen ga ik ook weer niet zijn. Maar het is toch wel speciaal om zo echt helemaal alleen iets te huren en gewoon daar helemaal alleen te zijn. Dus ja, veel vriendinnen en zo die waarschuwen mij voor eenzaamheid en zo, omdat die ook alleen wonen. Maar ik heb zoiets van, dat komt wel goed. Allee, ik heb ook wel graag zo mijn alone time wel, maar ja, als ik iemand mis, dan kom ik naar hier of dan spreek ik met mijn broers of zus of met mijn vrienden. Ik heb ook een sociale job, dus ik ga wel genoeg mensen zien doorheen de dag. Maar momenteel schrik het mij niet echt af om alleen te gaan wonen. Maar ik ben toch ergens wel zenuwachtig, omdat dat toch iets is dat ik nog nooit heb gedaan. En ik kijk er ook wel super hard naar uit, want ik woon hier super graag, maar ik ben 26 jaar nu, ik heb een stabiele job. Dan vind ik wel dat de volgende stap is gewoon om een eigen plekje te gaan zoeken. Plus het is ook niet het einde van de wereld, want ik heb bijvoorbeeld met mijn ex in Temse gewoond en dat vond ik heel moeilijk, omdat dat wel redelijk ver was van hier. En dat was een plek dat ik niet kende en hier is het gewoon deur en ik ga terug naar de plek waar ik als kind opgegroeid ben. En het is niet ver, het is, ja, ik moet echt niet ver gaan. Ook van mijn werk is het hetzelfde als hier qua afstand. Dus het is eigenlijk een win-win om dan een supermooi appartement in de plaats te krijgen. Vanaf juli is het shopping time voor al mijn gerief dat ik nodig heb. Ik ben nu wel al zo op de IKEA-app en zo bezig om alles wat ik wil van meubels en zo in een mapje te steken. Dat ik gewoon heel makkelijk kan vinden, want die app is echt super handig van IKEA. En dan voor de rest gewoon mijn lijstje afgaan in mijn notities van borden, bestek, al die zaken. Ik moet wel nog eens horen in het appartement dat dat een inductiekookplaat is of niet. Want dan, het zou stom zijn moest ik de verkeerde potten en pannen kopen die daar niet oppassen. Want op het werk hebben we dat bijvoorbeeld gehad en dat is redelijk stom. En voor de rest ja, gewoon wat decoratie. En voor Koda moet ik ook nog wat dingen kopen. Want een hondenmand en zo, dat is allemaal gedeeld met de andere honden hier. Dus er staat wel nog wat te doen op een twee maanden tijd toch wel. Want ik ga ook voor de verhuis nog een weekje op reis met Rani. Dus dat moet ook nog gebeuren. Want ja, ik heb zo geen zin om die verlof dan op te geven voor thuis te blijven. Als ik toch de week erna verhuis, dan zie ik gewoon alles op tijd ingepakt. Dus dan komt het helemaal goed. Ik ben ook super benieuwd voor Koda, omdat zij al op een appartement heeft gewoond toen ik haar had geadopteerd in Temse. Maar toch van een tuin terug naar een appartement gaan, gaat wel terug nieuw zijn. Met dat ze dan meerdere keren moet gaan wandelen op een dag voor haar zinnelijkheid. Maar we hebben superveel parken in de buurt en groene plekken waar ze kan gaan wandelen. Dus dat is eigenlijk ideaal, want ik heb zelfs in het straat een park, als ik mij niet vergis. Dus dat is super plezant. Maar toch voor haar, ik denk ook wel dat er is ook voor haar wel wat rust gaat geven. Dat hier, ja, ze loopt hier nog met drie andere honden rond. En bijvoorbeeld Koda heet heel rustig haar snackje op en die legt het dan op een kussen en een paar uur later komt die terug. Maar dan gaat er niet, want dan zijn de andere garantie mee weg. Dus ik denk dat ze op dat gebied wel wat meer rust gaat kunnen vinden. Het is alleen wat zien als ik bijvoorbeeld ga werken en zo. Denk dat ik ook wel wat oefeningen ga moeten doen op het alleen laten terug. En zien of dat ik iets van dat ik de radio opzet als ze daar behoefte aan heeft. Of iets laat opstaan van geluid. Dat ze gerust is, dat ze niet alleen is. Want in het begin, toen dat ik recent met mijn ex uiteen ging, is die uit haar bench willen breken en zo. Omdat mijn ex heel snel met zijn hond was weggegaan. En dan heeft hij haar neus helemaal open. Het heeft echt een grote sneeuw op haar neus vanuit de bench te breken. En daar heeft ze nu nog een litteken van. Dus ik moet zo'n situaties vermijden, maar ik denk ook wel, ik weet ook niet of ik de bench ga gebruiken als ik ben gaan werken ofzo, want ze zit alleen en uiteindelijk doet ze niet veel verkeerd. Maar voor haar is de bench, omdat Koda een heel bange hond is, ook echt haar veilige plaats. Dus die zit ook echt graag in haar bench, ook als de bench open staat, gaat hij daar gewoon in liggen en in chillen. Dus dat is nog even ook wat uitzoeken hoe dat ik dat ga doen juist. Dus als er tips zijn, altijd welkom.
Ik ga zo dadelijk vertrekken naar het shoppingcenter, want we hebben dat met Rani afgesproken. En daarna gaan we ook even naar de Action rijden, omdat ik al zowel wil zien achter de waterkoker en van die zaken. En ik weet vanuit ervaring dat die van de Action echt wel goed zijn. Want ik wil zo'n doorschijnen, dat is kei aesthetically pleasing. Ik heb van mama ook nog een zak met kleren gekregen, want blijkbaar zou er in het Weinigem shoppingcenter een muur zijn waar dat je tweedehands spullen door kunt steken. Dat is mij ook nog nooit opgevallen. Dat is rust, want dat is altijd de ingang die dat ik neem. Dus die moet ik ook wegdoen en dan ja, nu gaan we vertrekken, maar het is echt al warm terug. Pick me a bucket hit. Oh. En deze met dat bloemetje. Je kunt dat zelfs binnenste buiten flappen. Ben je nu een bloemetje? Maar die is waterdicht zelfs, denk ik. Wat staat erop? Ah, undercover model. Waarom past dat ook allemaal van de eerste keer op mijn hoofd? Heb ik zo'n klein hoofd? Voor food tijdens het shoppen. Die mailtjes kiezen. Good morning guys. Het is nu zondag. En om de dag te starten ga ik van oorbellen wisselen. Ik heb een fase eigenlijk gehad dat ik heel graag zo gouden of gold-plated juwelen droeg. Maar ik ben net een beetje beu, ook omdat de gold-plated ringen die ik heb zo wat afgegaan zijn. En dus de onderkant schiet al terug zilver. En ik dacht, ik ga gewoon terug overschakelen naar zilver, want dat is makkelijk. Ook qua onderhoud en zo. Dus bij deze. Ik heb gisteren ook in het shoppingcenter een ringetje gekocht. Voor van boven aan mijn helix. En voor de rest zitten die allemaal in van die doosjes. Dus dan moet ik die even omswitchen. Oké, de oorbellen zijn geswitcht. Ik weet alleen even niet waar ik mijn zilveren ringen heb gelegd. Dus die moet ik even gaan zoeken. Want ik weet dat die samen in een zakje zitten van My Jewelry. Dus die ga ik straks zoeken. Want ik moet eigenlijk eerst ook nog wat doen voor het werk. Want morgen hebben wij cliëntbespreking. En dan moet ik nog wat documenten in orde brengen. Dus dat ga ik eerst doen. En dan ga ik op zoek naar de ringen. Want ik mis... Ja, ik ben ringen dragen altijd gewoon. Dus ik mis wel iets om aan mijn handen... Allee, ik mis wel iets aan mijn handen nu. Dus dat is wel even lastig. Maar goed. We gaan dat straks zoeken. Eerst even de belangrijke dingen doen. Het is nu 11:45 en ik ben na anderhalf uur bezig te zijn eindelijk klaar met de voorbereiding van die bespreking. Dus dat was wel een werkje, want dat was de eerste keer dat ik op deze manier dat moest doen. Dus dat was ook allemaal wat nieuw. Dus ik heb heel veel moeten opzoeken, mijn collega's voor raad moeten gaan vragen. Dus het was wel echt een serieus werkje. Dus ik ben blij dat ik er vanaf ben, want morgen zijn dan die besprekingen. En voor de rest van de dag, ik denk met dat het zo warm is, dat ik met Koda eens een wandeling ga doen. Want het ging normaal gezien 32 graden worden en het is nu 21 graden of zo. Met dat dan ook geregend heeft, ook veel afgekoeld. Dus dat is wel fijn. Dus ik denk dat ik gewoon eens met Koda naar buiten ga. Want met die hitte vond ik dat heel moeilijk om met haar naar buiten te gaan. Want ze is ook een zwarte hond. En dan met de asfalt en zo warm wordt, ging het ofwel 's ochtends heel vroeg of 's avonds heel laat. Dus nu moet ik daar wel eens gebruik maken van de gelegenheid, nu dat ik toch geen plannen heb om dan eens meer een grote wandeling te kunnen gaan maken. Ik was voor te wandelen met Koda totaal mijn gsm vergeten, dus ik heb geen fragmenten gemaakt. Maar ik ga nu smoothie-ijsjes maken voor de honden, omdat de temperaturen van de week toch wel terug gaan stijgen. En ze zijn daar super grote fan van, dus let's go! Het zijn de mallen. Dit is voor de groothonden, dus voor Pilter en Lubas. En dit is size medium en dat is dan voor Koda en Watson. Gaan we crazy peanut butter pakken. En let's go banana. Oké, om te beginnen starten we met de banaan. En ik heb twee opties. Ofwel heb ik houten stokjes, ofwel stokjes die ze kunnen opeten. Maar ik ga de opeetstokjes gebruiken omdat ze die wel graag eten. En ook dan kunnen ze niet hun eigen zeer doen als ze houten in hun mond hebben. En dit is dan de poeder dat je dan moet mengen met water, dacht ik. En dat vormt dan de basis van je ijsje. Oké, ik ga beginnen met twee van elks. En dan als ik nog over heb, kan ik even nog een kleine maken. Want voor een grote gaat er denk ik niet genoeg zijn. Dus we gaan eerst beginnen met de banaan. En ik denk dat ze al weten hoe laat dat is.
Er staat hier op de verpakking dat zo één zakje goed is voor 10 ijsjes voor kleine honden en 6 voor grote honden. Dus ik ga waarschijnlijk enkel de bananenmix maken, omdat ik dan stom vind om dan halve mixen weg te gooien. Dus we gaan gewoon de bananenmix maken. Daar ben ik ook zeker van dat ze die lekker vinden, want die heb ik al eens gemaakt vorige zomer. Dus dan komt dat helemaal goed. Om te beginnen moet ik dan dit zakje in een kom doen. Maar hij heeft een heel sterke bananengeur. En dan moet ik daar 150 ml water bij doen. Oh. Zo, en dan moet ik dat 1 minuut kloppen. Dat moet brokken plat zijn. Als je klopt, is dat wel een slijmerige substantie. Lekker chemisch en zo. En dan ga ik dat overgieten in deze maatbeker. En dan kan ik de ijsjes vullen. Kom dus niet toe, dus ik heb met de mix 1 groot en 2 kleintjes kunnen maken. Dus ik ga dan toch nog een peanut butter maken en dan de overschot nog een ijsje mee maken. En dat kan nog wel eens gebruikt worden dan. Oh, nu heb ik er 3 met banaan en 3 met pindakaas. Dus nu moeten deze in de vriezer voor minimum 12 uur en dan kunnen ze genieten van een lekker ijsje. Zo, de ijsjes zitten in de diepvries en ik ga hier de video ook afsluiten, want het is Formule 1 om 8 uur en daarna ga ik gewoon op tijd slapen, want morgen moet ik gaan werken. Als je deze video leuk vond, geef me zeker een thumbs up en dan zie ik jullie volgende week. Bye bye!